We moeten iedereen vaccineren of we kunnen niet meer terug naar het normale leven. Dat is het dogma wat de hele tijd wordt rondgeworpen. En ik zeg dogma omdat er geen ander geluid wordt geaccepteerd. Er wordt geen bewijs van het tegendeel geaccepteerd. Maar er is wel degelijk bewijs dat dat niet nodig is. Ik ben nu in Armenië. En dat is een land waar mensen niet heel erg fan zijn van regels die door de staat worden opgelegd. Dus dat zie je bijvoorbeeld in de vorm van dat er op de weg als een stel cowboys wordt rondgereden. De strepen op de weg zijn nou, op zijn best suggesties en meestal meer een soort van decoratie. Het is, nou ja, het is gewoon het Wilde Westen hier op straat. En dat wordt ook geïllustreerd bijvoorbeeld door het feit dat als je bij iemand in de taxi stapt en je doet je gordel om, dat het als belediging wordt gezien. Omdat je daarmee impliceert dat hij geen goede chauffeur is. Dus dat is een beetje, nou ja, de teneur van hoe er hier naar zelfredzaamheid wordt gekeken en hoe er naar regels wordt gekeken. En eigenlijk geldt dat hetzelfde voor de coronamaatregelen. Dus zoals bijvoorbeeld afgelopen voorjaar een enige hilariteit rond het feit dat de overheid aankondigde dat de mondkapjesplicht in het openbaar, dus op straat, werd afgeschaft. Nou, ik ben ook in januari hier geweest. En toen ik dat hoorde, dacht ik, oh, was er een mondkapjesplicht dan? Want niemand hield zich daaraan. Ook binnen overigens niet. Binnen, buiten, op straat, niemand draagt hier mondkapjes. Dus er werd een beetje, nou ja, lol om gemaakt om het feit dat er iets werd afgeschaft wat toch al eigenlijk helemaal niet een regel was in de praktijk. En nu al helemaal niet. In januari waren er nog wel op sommige plekken binnen een aantal mensen die mondkapjes droegen. Het werd nergens gevraagd van je, maar het gebeurde nog wel. Nu kom je ze eigenlijk helemaal niet meer tegen. Ik vergeet hier dat die dingen bestaan. Ja, dus dan zal je wel denken, nou, dan zal het er wel compleet uit de hand lopen. Nou, eigenlijk niet. Het aantal besmettingen per bevolking, relatief aan de totale bevolkingsomvang, is hier veel lager dan bijvoorbeeld in Nederland. En er zijn, net als overal, telkens golven en die worden telkens lager. Dus in september, oktober, oktober, november, december was er een behoorlijke piek. Toen was er in maart, april nog een piek die een stuk lager was. Nu komt er nog een klein golfje die ongeveer even hoog is als het dal tussen de piek van december en maart. Dus dat wordt steeds minder, dat neemt steeds verder af. Nou goed, dan zou je zeggen, dat zal wel komen doordat het een dun bevolkt land is. Is op zich waar dat het een dun bevolkt land is, maar het gaat natuurlijk niet om de afstand die tussen de huizen zit die dat bepaalt. Het gaat erom hoe mensen met elkaar omgaan, sociale contacten, met hoeveel mensen bij elkaar komen. En nou ja, daar wordt gedaan alsof corona helemaal niet bestaat. Ik was eerder deze week op een feest waar ongeveer 100 mensen waren. Het enige wat ik hoefde te doen om binnen te komen was door de deur lopen. Ik hoefde me niet te testen. En ook om een beetje een beeld te geven van hoe het hier gaat, van mensen die bij elkaar komen. Het is niet zo dat die 100 mensen elkaar allemaal kennen en al vaker bij elkaar komen. Sowieso een beetje sterk, maar om een beetje een beeld te geven. Wij waren uitgenodigd en de hele familie van mijn partner is daar ook gelijk bij uitgenodigd. Kende verder de mensen die het feest gaven helemaal niet, maar gewoon als jij bent uitgenodigd, dan is je hele familie uitgenodigd tot de kleinkinderen van je tantes toe. Dus dat is een beetje hoe verweven het hier is. Mensen die gaan heel vaak nog steeds grootschalig met elkaar om. Wordt ook heel hartelijk gegroet. Er wordt daarbij gewoon alsof er geen corona bestaat geknuffeld en gekust. Niemand laat zich dus testen daarvoor. Niemand doet er moeilijk over. Niemand doet moeilijk over afstand houden of wat dan ook. Het gaat niet eens over corona. Mensen denken er niet aan. En het loopt absoluut niet uit de hand, in tegendeel. Nou, dan zou je wel denken, dat zal dan wel komen
doordat iedereen is gevaccineerd. Dat is dus ook niet zo. De vaccinatiegraad is ongeveer 3-4%, maar dat is op papier. Maar in de praktijk zal het lager liggen, omdat net als in Rusland hier veel mensen vaccinatiebewijzen kopen, omdat ze zich niet echt willen laten vaccineren vanuit wantrouwen voor de overheid. Maar het kan wel met reizen in het buitenland praktisch zijn om een vaccinatiebewijs te hebben. Hier heb je het binnenlands helemaal nergens voor nodig. Maar mensen die bijvoorbeeld regelmatig naar Rusland reizen, daar kan het wel goed van pas komen. Dus een gedeelte van dat percentage wat zou zijn gevaccineerd hier is alleen op papier gevaccineerd. En toch loopt het niet uit de klauwen met de besmettingen, maar het gaat steeds verder de goede kant op. En het komt ook niet doordat iedereen hier zo gezond leeft. Ik bedoel, roken is voor mannen de norm. Overgewicht, overigens, nou, ik zou niet zeggen de norm, maar het komt wel redelijk veel voor. En nou ja, dat zie je ook terug in wat je in de supermarkt ziet liggen. De snoep en brood en kaas en vleesafdelingen, die zijn zo ongeveer de hele supermarkt. Dus daar ligt het ook niet aan. Waar het wel aan ligt, ik ben daar, ik kan erover speculeren, maar ja, wat ik erover te zeggen heb is niet per se zinniger dan wat iemand anders erover te zeggen heeft. Maar dit is iets wat ik gewoon met eigen ogen zie, wat niet te ontkennen is. Dus het dogma dat vaccinaties noodzakelijk zijn om de bevolking terug te brengen naar normaal, is simpelweg niet waar.